Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag. Hey, we hebben net even een stukje over de 28 A50 gereden. Ja. En dat ging een beetje mis. Hè? Ja, klopt. Kun je me vertellen wat er misging? Waarom het misging? Ja, dat denk ik wel gewoon een beetje een stukje onzekerheid. Wel. Een stukje onzekerheid, ja. Hè? Ja. Ja, dat is het wel. En ik zou je even uitleggen hoe dat nou in zijn werk gaat. Hè? Ja, wat er klopt. En wat er gebeurt is eigenlijk dit. Als ik dit tekeningetje pak, zeg maar, je rijdt op de snelweg en dan moet je die cyclus doorlopen. Hè? Dat zien, voorspellen, evalueren, beslissen, handelen. Dan moet je een aantal keren doorlopen. En je ziet gewoon dat dat misgaat bij jou. Ja. En waarom gaat het mis? Nou, kijk, zeg maar, om je taak goed uit te voeren heb je 80% nodig om veilig te kunnen autorijden. En bij jou zie je heel erg door je onzekerheden. Ja, want dan denk ik van, waar moet ik precies heen? Ja, van, nou, doe ik hem wel goed? Dat is het nou, ja, dat is het. Jij gaat met je hoofd bij je onzekerheden zitten. En dan kun je niet meer auto rijden. Ja, nee, dan ben je daarvoor nadenken. Ja, inderdaad. Ja, apart, hè? Ja. Kijk, en als je door hebt dat je dus gefocust moet blijven op je verwerkingscyclus, dan zul je beter gaan auto rijden. En dan doe je al die rare dingen niet die je net deed. Want je deed nogal niet wat rare dingen. En, te laat invoegen, regelmatig achter vrachtwagens blijven rijden terwijl je zat langs kunnen. Ja. En overal proef je die onzekerheid terug. En daar wil ik aan gaan werken met jou eigenlijk. Want je bent er al een keer op gezakt ook. Ja, dat hebben we. Klopt, dat is eigenlijk wel die reden daardoor. Ja. Ja. En wat zou je er nou aan kunnen doen om dat nou te verbeteren? Ja, dat is een goede uiteraard, één is er. Ja, genoeg rijlessen nemen, ja, dat is het belangrijkste. Maar dat doe je, want je bespaart niet op rijlessen. Maar dan moet je ook vanuit je eigen weten, vanuit je eigen kunnen, moet je wel doorhebben dat je het eigenlijk wel kunt. Je moet wat meer zelfvertrouwen krijgen. Ja, zo ja, van dat kant wel. Ja. En ik ga je daarmee helpen. We gaan wat mooie zinnetjes voor je maken, waar je jezelf mee kunt hersenspoelen, om jezelf wat zelfverzekerder te maken. Ja, is goed. Ja, en dat is één. Hè? Dus geef je wat zinnetjes mee die je voor jezelf kunt herhalen. Waar je mee kunt trainen. En dan bereik je ermee dat je beter gefocust blijft op de verkeerstaak. De oefening die je voor jezelf kunt doen is ook een hele makkelijke. Mm-hmm. Hou de gedachten bij de dingen die je doet. Dat is goed, hè? Moet je goed opletten. Hou de gedachten bij de dingen die je doet. Ja. Als je met je gedachten in het heden of verleden zit, en dat is wat bij jou gebeurt, hè, met je onzekerheden. Dat komt wel goed in. Maar als jij onzeker bent, dan ga je, doe ik dit wel goed? Zou die dat wel goed vinden? En dan ben je eigenlijk niet meer in het heden bezig met je verkeerstaak. Klopt. Dan denk je van wat ik net deed. Je denkt of in het verleden aan die fout die gebeurd is. Hè, dat zie je bij jou ook heel erg vaak. Dan doe je iets verkeerd en dan ga je erover malen. Mm-hmm. He? En op het moment dat je dat daarmee ophoudt en je gaat met je gedachten in het heden zitten, dan ga je beter auto rijden en functioneren. Dan ga je weer lekker rijden zoals het hoort eigenlijk. He? Want dat kun je eigenlijk wel, want je bent best wel een handig autorijder. Dat moet wel lukken. Ja. Nou, en dat kun je dus goed voor jezelf trainen, buiten je rijlessen om. In de rijlessen trainen we dat ook. Maar gewoon overal als je dingen moet doen, je veters dichtknopen bijvoorbeeld, je gedachten bij de veters dichtknopen. Ja. Doe je deur los, gedachten bij je deur losmaken. En zo doe je alle dingen. Als jij een lepeltje uit je handen laat vallen, of je stoot je hersens, of als er iets gebeurt wat niet klopt, dan ben je met je gedachten niet bij de dingen die je in het nu. Ja. Als je met de gedachten in het nu bent, dan overkomt je niks. Dan stoot je de beker niet om. Dan valt die lepel niet uit je handen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En zo is het met autorijden net zo. Op het moment dat jij met de gedachte in het hier en nu bent, ga je lekker functioneren, ga je lekker autorijden. En dan gaat het eigenlijk allemaal vanzelf. Ja, dat is ook wel zo. Dat moet lukken. Ja? Nou, dan gaan we mee aan de slag. Ja. Oké, bedankt.